Zo, we zijn weer live. We waren net bij het hek om spullen terug te krijgen. Zodat we weer energie hebben en internet hebben op deze camera. Er komt ook daar zo dat politiebusje. Dit is een half uit elkaar gevallen stroobaal. Het is de bedoeling dat je daarop zit. Maar ik denk dat ik hem weer teruggeef. Zodat ik straks een chillere ding heb. Zullen wij zo weer teruglopen? Wij gaan zo weer naar het kamp. Of nou ja, kamp. Naar de rest teruglopen door deze super shitty haven dus. Of ja, haven. Door dit bedrijf. Er ligt heel erg veel kool. Veel meer kool dan je zou denken. We zijn nu niet met een fancy enorme groep zoals toen we binnenkwamen. Want dat is nu niet per se nodig. Er dreigt geen gevaar. Ik denk dat dat repressieve tolerantie heet. Er waren net twee meisjes die ons interviewden. En die vroegen van ja, de politie die faciliteert jullie protest wel echt heel goed hè. En we zaten van ja, dat heet dus niet de politie faciliteert je protest goed. Dat heet dus het is zo goed georganiseerd dat ze niet anders kunnen dan naar ons luisteren. En dat is ook de tactiek, denk ik, die je moet doen als je deze fossiele industrie wil stoppen. Dan moet je niet aan de politie vragen, hey, mogen we een goed protest doen? Dan moet je het zo goed organiseren dat ze niet anders kunnen stoppen dan fossiele industrie. Voor iedereen die het niet weet, die meisjes wisten dus niet wat het is. Repressieve tolerantie is doen alsof je tolerant bent. Zo van, oh wat leuk, mensen met idealen. Oh, ik zie een man van 70, ik zie een meisje van 16... Iedereen is geïnteresseerd, weet je wat, we laten ze demonstreren. Dat is dus een manier om protest eigenlijk af te zwakken en te doen alsof het allemaal niet zo erg is. Omdat in feite weten we allemaal, de politie is natuurlijk gewoon bezig met ja, telefoonstappen. De IVD is, Nederland is een van de landen die de meeste telefoon stapt van heel Europa. Dus dan denk je, oh ja, niks aan de hand. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee, want Nederland, niets aan de hand land, is dus eigenlijk een land dat super erg op staatsrepressie en mensen stalken en activisten lastigvallen is, helaas. Dat doen ze vandaag, dat lastigvallen doen ze dus niet. Vandaag vallen ze ons dus juist niet lastig. Maar ik weet zeker wel dat ze ons donders goed in de gaten houden. Ik zag net dus die politieauto voorbij komen. We hebben een paar politieboten voorbij zien komen toen we op de kraan zaten. Een helikopter overgevlogen. Hier zie je verschillende kranen. Je ziet het niet zo heel goed, maar op al die kranen zitten mensen van Code Rood. Die hebben we bezet. Die kunnen vandaag dus niks doen. Maar dat konden ze sowieso niet. Zodra we binnenkwamen, stopten ze eigenlijk met dingen doen. Daarom is het voor ons nu een beetje de vraag, willen we langer blijven dan dat? Ja, ik ga straks iets spannends horen, dus ik maak het filmpje even af.